De nieuwe features zijn, we hebben twee draaipunten eigenlijk aan deze borstel. Een eerste onderaan, dat we ook met de vorige generatie hadden. Een tweede punt bovenaan. En door die twee draaipunten hebben we eigenlijk een breder bereik op de rug van het dier en ook aan de flanken van het dier. Dus daarnaast hebben we een lager energieverbruik. Deze versie verbruikt ongeveer 25-26% minder energie dan de vorige versie. En daarnaast zijn wij dus ook bezig met alles wat veiligheid, afslaan en dergelijke bij bepaalde druk op de borstel die door de dieren veroorzaakt wordt. Dus alles wat veiligheid aangaat, energiebereik en dergelijke meer hebben we nu in rekening gebracht bij deze nieuwe versie van de koeborstel. Bij de automatische voetbad, AFB 1000, wat we een aantal jaren geleden in de markt gezet hebben, hebben we nu een nieuw concept waarbij we twee voetbaden uitzetten in lijn met ongeveer 1,5 à 2 meter afstand tussen elkaar. We hebben ook een nieuwe oplossing, de HC40, de Hoofdcleaner 40, die als eerste voetbad aangebracht wordt, waarbij we de hoeven reinigen en waarbij dus het meeste vuil achterblijft in het eerste voetbad. In het tweede voetbad gaan we dan de Four Hooves Solution aanbrengen. Die oplossing is een ontsmettende oplossing en die gaat dus eigenlijk infecties van de tussenklauwruimte beperken.